Om de context eventjes te schetsen, ik leefde toen in de Verenigde Staten, heel belangrijk, in de jaren 60, met wat men dan gaat noemen is de revolutie van de jaren 60 en vooral dan rond het jaar 68. Dat was eigenlijk een heel belangrijke periode waarin heel veel veranderingen bezig waren. Niet alleen op politiek vlak, bijvoorbeeld heel democratisch bestel werd in vraag gesteld, het autoritair bestel, het militair, kapitalistisch systeem werd in vraag gesteld, maar het was ook een koppeling naar het persoonlijke toe. Van nadenken over jezelf en hoe leef ik en volgens welke principes wil ik leven. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een ontzettende dynamiek die toen op gang kwam. Want je was niet alleen louter bezig met slogans, met boeken, hoewel dat we heel veel artikelen schreven toen over alles dat we zouden willen veranderen zien. Maar we geloofden ook heel sterk in de mogelijkheid tot verandering, zowel in je persoonlijk leven als in het maatschappelijk leven en zelfs op internationaal gebied. En hoe liep dat dan eigenlijk, wat wij niet gewoon zijn, de beweging die dan de Free Speech Movement is gaan heten. En dat was gewoon, kom op voor je mening, speak out loud, ga dus noods op de hoek van de straat staan en zeg wat je te zeggen hebt, laat andere mensen toe om wederwoord te dienen, ga in debat en doe dat ook thuis, doe dat op school, doe dat in je bedrijf, doe dat eigenlijk overal. En dat heb ik daar geleerd, van echt opkomen voor je mening en niet bang zijn van wederwoord en daaruit heel veel te leren. Dat was eigenlijk, en in de feministische beweging hebben wij dat ook volop toegepast, dat vrouwen elkaar ontdekten en aan elkaar durfden vertellen wat hen eigenlijk bezighield. Ook het heel persoonlijke, maar ook de hele context, de kinderen enzovoort. En zeker over de opvoeding van kinderen werd toen heel veel gepraat, hoewel dat eigenlijk toch nog niet gebruikelijk was, van dingen uit te wisselen. En daar niet bang van te zijn. Als ik één ding geleerd heb in al die bewegingen is, kom op voor jezelf, spreek je eigen mening uit, maar zie dat die mening ook gebaseerd is op iets.